Hoi hoi, met dat ik het film is het 27 december en wordt vandaag mijn schoonmoeder 75. En speciaal voor haar maakte ik een album als cadeautje. En het is een vrij groot album. En ik dacht, oh, die kan ik ook mooi voor mijn blog gebruiken. Maar om dat op de foto te zetten, dat wordt een hele klus. Dus ik dacht, ik maak gewoon een filmpje. En dan wordt hij dus zo. Voorop, ik heb een stofje van Elke gebruikt, van Crea Totaal. En de die cut, de versiering zeg maar, die je op de voorkant ziet, is van Atelier des Arts van Stamperia. Dat is ook het designpapier wat ik heb gebruikt, want mijn schoonmoeder heeft als hobby schilderen. Die maakt allerlei schilderijen en dus heb ik als verrassing zeg maar, van alle schilderijen die ze heeft, die staan gedigitaliseerd en daar heb ik de foto's van afgedrukt. En die zitten allemaal verwerkt in dit album. Vond ik echt heel grappig. Ik was namelijk vergeten dat er ook een sluiting aan een album moet. En toen zat hij eigenlijk al helemaal in elkaar. En toen dacht ik, oh, ik moet nog een sluiting. En toen vond ik schilderijhaakjes. En die heb ik met een heel klein schroefje vastgezet. Want de baas heb ik gemaakt met grijs bord. Dus dat is lekker stevig. Dus dan kan je die schroefjes wel inzetten. Ik dacht, hoe toepasselijk als je een album maakt over schilderijen. Om dan ook schilderijhaakjes als sluiting te gebruiken. Gewoon met een simpel lintje die ik aan één kant vast heb geknoopt. Anders ben je de hele tijd het lintje kwijt. Even kijken, want het weerspiegelt een beetje natuurlijk. Ja, het papier is gewoon al mooi van zichzelf. Dus dat. Soms hoeft het weinig aankleding. De eerste pagina is van een tasje met een venster. Kijk, hier kan eventueel nog wat in. Dat heb ik nu nog even niet gedaan. Maar kijk, dan kan je nog eventueel een leuke foto inschuiven. En op de achterkant heb ik er een flapje aangemaakt met een vlakke zak. Op deze manier. En dan kan die open. Kijken. Kijk, en hier zie je dus een van haar kunstwerken. Hier zit nog een klein mapje in, die kan eruit. Met ook nog een aantal foto's van de schilderijen. Op die manier. Deze gaat mooi dicht met een strikje. Zo, dan heb ik hier nog twee schilderijen. Hier ook. Kijk, hier heb ik een leuk van een doorzichtig pergamijnzakje en schutgedeelte gemaakt. En dan binnenin zit ook weer een klein flapje met nog een aantal van haar schilderijen verstopt. En alles is dus aangekleed met stickers, die-cuts van de Stamperia-lijn. Nou, hier heb ik dit. Deze vond ik al zo mooi van zichzelf. Daar heb ik niet veel op gedaan. Deze ook niet. Dan komen we hier. Zij schildert ieder jaar haar kerstkaart. Dat doet ze nu al een aantal jaren. En die scant ze dan in. En die draait ze uit. En dan krijgt iedereen een geschilderde kerstkaart. En die heb ik eigenlijk allemaal hierin verwerkt. Hier zie je er één. Dit is er één. Hier nog een paar. Dit zijn alle schilderijen van, of alle kerstkaarten van dit jaar, geen schilderijen. Die, en dan als je hem open doet, heeft ze ooit mijn boezembeest geschilderd, Ginny. Ginny is er helaas niet meer, maar ik heb nog wel steeds het hele mooie schilderij. Dus die moest er natuurlijk ook in. Dan heb ik hier nog een kleine pocket met een mapje, waar ook nog meer schilderijen in zit. Twee eigenlijk, een soort tweeluik van katten. En ik heb dus alles gemaakt met zakjes. Zoals dit was dus een venster, een vlakke zak. Dit is een blokzak, een brede, met daaraan een vlakke zak. Dit is een fruitzak. Er zit nog een vlakke zak weer aan vast. Dus
Alles met zakjes. Dit is ook van een zakje. Heb ik hier nog hele leuke. Die kan eraf. Ik zal het even eraf halen. Kijk. Hele leuke bedeltjes van Elke met een palet. Een losse kwast en een kopje met kwasten en een schaar. Dat is ook van Crea Totaal. Dat vind ik wel leuk hier. Hier nog een klein schilderij. Hier heb ik allemaal flapjes gemaakt met een vierkante envelop. Is dit. Kijken of ik het zo in beeld krijg dat jullie het ook nog allemaal zien. Ja, een van haar schilderijen weer. Dit is met een vlakke zak. Nu wordt het een beetje passementen. Zo. Kijk, en dit is dus, zit gewoon bij het designpapier. Dus ik heb hem een beetje op maat gemaakt. Nee, deze past volgens mij toevallig op een, precies op een loonzakje. Deze ook. Iets kleiner formaat. Kijk, zo. Dan is het ook nog in beeld. Dus op die manier. En dan heb ik hier nog, dan zijn we bijna aan het eind. Een klein mapje. Gemaakt van een blokzak. Waar ik de bodem eigenlijk van af heb gesneden. En als je dan het midden vastplakt, dan kan je een soort harmonica mapje maken. En daar kan ze dan nog andere foto's van toekomstige projecten in doen. Dus ik heb nog een beetje ruimte over om andere dingen in te verwerken. Kijk, en hier zit dan weer het... hoe heet dat? Een schilderijhaakje. En aan de achterkant heb ik gewoon leeg gelaten. Dus dat is me eigenlijk een album van tasjes, blokzakken, fruitzakken, vlakke zakken, mooi papier. En nou, ik ga hem straks aan haar geven, dus ik hoop dat ze dat vindt, maar ik denk het wel. Ik denk dat ze helemaal verrast is. Nou, dat was hem tot... oh, ik zie dat ik hier nog even haar leeftijd erin moet zetten, had ik nog bedacht. Dat ga ik zo nog even doen. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei doei!